kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe In Gesprek Met. U ziet het op de achtergrond, hè? Het verkeer. Dat zal het onderwerp zijn van dit gesprek dat ik zal hebben met mevrouw Eugenie Isaias. Zij is een van de vrijwilligers van het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers. En op 15 augustus is de Verkeersveiligheidsmaand gelanceerd. En dit gebeurt al jaarlijks, dus straks zullen we met haar erover praten. Maar als eerste willen we weten, voor de hoeveelste keer is deze Verkeersveiligheid Maand gelanceerd? En overigens, goedemorgen en welkom. Dank u wel, mevrouw Boetius. Ja. De Verkeersveiligheidsmaand bestaat al sinds 2011. Dat is, zeg maar, dan zou je zeggen, informeel door ons geïnitieerd. En in 2013 is hij dus formeel overgenomen door het ministerie van Justitie en Politie. Okay. Als ze zijn, een activiteit die valt onder auspiciën en onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Justitie en Politie. Dus formeel is het de 10e editie, zeggen wij, van de Verkeersveiligheidsmaand. Ja. Eigenlijk zou je zeggen, 10e editie. Is het het vieren waard? Want zeggen we, hebben jullie echt gemerkt dat er verschil is nadat jullie elke maand, elk jaar zo'n maand hebben waar er extra aandacht wordt besteed aan het verkeer? Laat me beginnen. Je weet, ik zeg altijd, je hebt positief en negatief. Laat me de weinige positieve zaken die er volgens ons liggen, laat me dat direct voor het voetlicht plaatsen. We hebben in elk geval gemerkt dat er actoren zijn, wij zeggen verkeer, veiligheidsverkeer, relevante actoren, VRA's, zijn er die wel een stukje commitment tonen. Telesur is er daar één van. Zo heb je ook andere formele en niet-formele actoren die wel een stukje commitment aan de dag leggen. En laten zien dat ze het hele jaar door, maar in elk geval in die verkeersveiligheidsmaand, in hun eigen bedrijfsactiviteiten iets meenemen om en hun medewerkers en de gemeenschap toch te wijzen op verkeersveiligheid, het nut en het belang van verkeersveiligheid. Dus dat is het positieve. We hebben gemerkt dat er ik weet niet eens hoe ik het moet benoemen, er is een daling, zegt men, in het aantal verkeersslachtoffers dat er jaarlijks genoteerd wordt. Ons streven is al vanaf 2011, zijn we begonnen met het streven. Dat we willen, dat in principe het gaat naar nul, dat is wat we eigenlijk willen. Maar als we onder de 50 liggen als Suriname, zouden wij daar happy mee zijn. En dat, die prijs hebben wij, die schoonheidsprijs hebben we nog niet gehaald. Mm. Dus kan je praten over tevreden zijn? Nee, we zijn niet tevreden. En waarom zijn we niet tevreden? We zijn niet tevreden omdat we dus van mening zijn dat we als land, als formele en niet-formele instanties, die integrale aanpak missen. Dus er worden wel ad hoc een aantal dingen gedaan, maar de samenhang om te komen tot echt effect, weet je, op verkeersveiligheid, dat missen we, ja. Ja. Ja, want deze maand is 15 augustus gelanceerd en nu zijn er al 3 verkeersdoden te betreuren. En waardoor sommige mensen de opmerking maken, het is alsof elke keer wanneer deze veiligheidsmaand gelanceerd wordt, dat er direct doden vallen. Is dat ook wat bij jullie is overgekomen? Komt het ook zo over bij jullie? Nee, bij ons komt het niet zo over. Omdat we zeggen, in principe, in principe is die focus nu natuurlijk op de maand. En men denkt, die 3 doden zijn in die eerste week van de maand gevallen. Maar ik denk dat we moeten kijken naar wat doen we het hele jaar door. Om te voorkomen dat die doden vallen. Dan pas ben je bezig om dingen van, weet je, in relatie te brengen tot elkaar. We betreuren elk leven, maar ook gewoon, we betreuren eigenlijk elke aanrijding, toch? Want de vraag is, wanneer je dieper zou gaan kijken, was die aanrijding te voorkomen? Dat is de essentie van waar je naar kijkt als je praat over verkeersveiligheid. En gewoon vanwege dat gegeven, zeggen wij als KSV, er is een bepaalde structuur wanneer men kijkt naar verkeersveiligheid. En die structuur geeft aan, je hebt 3 E's. Dus je hebt engineering, je hebt enforcement en je hebt education. Dat betekent, je moet kijken naar de engineering. Hoe zien die wegen eruit? Hoe ziet ons handhaving, hoe ziet ons controlemechanisme eruit? En hoe ziet onze vorm van educatie naar die samenleving? Hoe ziet dat eruit? En als je naar die samenhang zoekt, dan weet ik niet. Als we met z'n allen zeggen dat we een bepaalde samenhang zien. Ik zie het niet, ik mis het. En het kan aan mij liggen, maar ik zeg ik mis het. Waardoor dan de vraag rijst, wat wil KSV bereiken?
Waarom is KSV opgericht? KSV is opgericht met het doel om eigenlijk heel actief bij te dragen aan verantwoord en veilig verkeer. Dat is wat we vanaf dag 1 doen. En onze activiteiten zijn het hele jaar door, zijn verspreid over het hele jaar door. Het is niet alleen de verkeersveiligheid, maar het hele jaar door. Dat betekent vanaf sessies doen op scholen, sessies doen in buurten, sessies doen met gewoon ook senioren, radioprogramma's, eigenlijk allerlei manieren via media en andersoortige kanalen proberen de gemeenschap te bereiken met die verkeersveiligheidsboodschap. Maar ook gewoon dat we onszelf scholen als KSV'ers. Toch laten scholen van, bijvoorbeeld wij hebben defensive driving courses gevolgd, om te weten van hoe moet jij jezelf beter gedragen in het verkeer. En dat is eigenlijk wat we, dat is eigenlijk waarom KSV blijft timmeren aan de weg. Om ervoor niet alleen maar kritiek te hebben op, weet je, op dingen die we verkeerd zien gaan, maar ook na te denken en ook actief betrokken te zijn in het proces van komen tot veilig en verantwoord verkeer. Dat is het doel van KSV. En als we zolang we dat doel nog niet bereikt hebben, hebben wij een bepaalde commitment. En dat hebben we ook laten zien gedurende de afgelopen jaren. En waarom is er voor de maand augustus gekozen om daar die veiligheidsmaand te proclameren steeds? We hebben in principe, want er zijn meerdere landen in de wereld die een verkeersveiligheidsmaand hebben. En wij hebben gekeken naar een periode waar mensen eigenlijk vanwege gewoon de vakantie, dat je een verhoogde mobiliteit hebt. Toch dat mensen erop uittrekken, je hebt gewoon meer dat jonge kinderen spelen op straat, want het is vakantie. Ja. Dus vandaar dat wij gekozen hebben voor deze periode. Ja. Is er een thema verbonden? Dit jaar is het thema Gedenk verkeersslachtoffers, creëer omstandigheden voor leven. En hoe kan men verkeersslachtoffers gedenken? Laat me aangeven, want dit thema staat niet op zich. Het is voortgevloeid uit webinars die er gehouden zijn. Het vorig jaar tijdens de verkeersveiligheidsmaand vanuit het ministerie van Justitie en Politie. Waarbij eigenlijk pilaar 5, want er zijn in het strategisch plan verkeersveiligheid zijn er 5 pilaren genoemd. En pilaar 5 gaat over de zorg en nazorg van verkeersslachtoffers. Waarbij we gemerkt hebben dat ook dat stukje extra aandacht verdient. Omdat wanneer mensen bij een ongeval betrokken zijn en ze zijn dood, dan is iedereen voor dat moment in een heleboel toestanden, maar daarna zijn we de mensen vergeten. We zijn vergeten dat de mensen het leven gelaten hebben, maar hoorden bij een familie, bij een gezin en welke positie de mensen innamen in hun gezin. Dus het gezin blijft achter en voor de rest zijn de mensen buiten beeld. Maar ook mensen die vanwege een verkeerssituatie blijvend letsel hebben opgelopen, die zijn op één moment is iedereen erbij betrokken en daarna valt het stil. En mogen de mensen op zichzelf gaan nadenken van hoe ze verder moeten. Er is te weinig aandacht voor die doelgroep. En wat wij met dit thema beogen, is dat die doelgroep in beeld komt, zichtbaar wordt, waardoor je ook hun stem kan horen en in principe ook kan horen wat hun behoefte is. En hoe we kunnen inspelen als gemeenschap, dat betekent vanaf formele tot niet-formele instituten, op de behoefte van deze mensen. Ja, want bij de lancering heb ik gemerkt dat er een verkeersregistratie heeft plaats, registratie van verkeersslachtoffers. Wij hebben al jaren pleiten we dat er units komen waar mensen die bij een bij een aanreding zijn betrokken en letsel hebben over, blijvend letsel hebben over, dat die mensen zich kunnen registreren. Want hoe anders kom je dan in beeld? Want behalve het moment dat je bijvoorbeeld misschien in contact komt met de verzekeringen of misschien met de medische zorg, zodra dat moment voorbij is, weet niemand meer dat je verkeersslachtoffer bent. Want nergens anders is er een registratiepunt. Vandaar dat het voor ons noodzakelijk was. Dan wil je zichtbaar maken en bekend maken hoe die doelgroep eruit ziet, hoe groot die doelgroep is, wat de behoefte is. Dan moet je een speciale unit hebben waar mensen zich kunnen registreren. En wij zeggen, je hoeft die unit niet, je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden. Want er zijn voldoende structuren waar mensen zich zouden kunnen registreren. Wij denken bijvoorbeeld aan commissariaten, want dan breng je de dingen naar de mensen toe. Je bent gedecentraliseerd. Wij denken bijvoorbeeld aan wijkkantoren van sociale zaken. Daar gaan mensen sowieso naartoe. Praat ze daar registreren, daar zijn er al werkers. Wij denken bijvoorbeeld aan buurtorganisaties. Daar zijn er al mensen, maak gebruik van die structuur. We denken aan kerkelijke instituten. Plaats daar registratie units. En op een gegeven moment centraliseren van die informatie van al die verschillende units, zodat het op één centraal punt gebracht wordt. Ook bij de politiebureaus. Maar als mensen zich
Zij gaan registreren, dan wordt er natuurlijk een verwachting gekweekt bij de mensen. Wat gebeurt er na hun registratie? De eerste verwachting die dat moet creëren bij mensen is dat je in beeld bent. Want als je niet in beeld bent als doelgroep, betekent het dat niemand meer aandacht heeft voor je. Wanneer je in beeld bent en men weet, het gaat, als men de aantallen kent, als men weet van hé, de behoefte voor categorie A is dit, de behoefte, dan kan je eigenlijk kan je heel effectief gaan kijken van wat kan ik bieden aan deze samenleving, wat kan ik bieden aan die doelgroep. Dat is eigenlijk die verwachting. En ik kan me voorstellen, financiën speelt in ons alle leven een hele belangrijke rol. Maar weet u, sommige dingen kunnen we ook anders oplossen. Omdat er andere instituten zijn die zeggen bijvoorbeeld, ik wil in een bepaalde maand wil ik aandacht geven aan een bepaalde doelgroep. Maar dan ben je in beeld. Want dan kan er ook gekozen worden voor jou. Als je niet in beeld bent, kan men jou niet bereiken. Ja, ja. Want u geeft zelf aan, het wordt nu onder auspiciën van het ministerie van Justitie gehouden. Wat doet het ministerie dan concreet? Behalve dan dat er speeches gehouden worden bij de lancering van die maand. In principe zou ik willen zeggen, die vraag moet u aan het ministerie stellen. Maar laat me beginnen met te zeggen dat een van de zaken die in elk geval volgens het strategisch plan verkeersveiligheid van het ministerie van Justitie en Politie gebeurd is, is dat het Verkeersveiligheidsinstituut is opgericht. Onder leiding staat van mevrouw Joanne Adraai op dit moment. En in principe moet dat instituut een soort coordinating body worden om alle activiteiten die te maken hebben met verkeersveiligheid te coördineren, te monitoren en in elk geval richting te helpen geven aan beleid. Maar natuurlijk kan het instituut het niet in zijn eentje. Dus het instituut zal nog steeds de ondersteuning nodig hebben van alle andere actoren. Laten we zeggen dat we met de instelling van het instituut één stap hebben gezien. Maar het kan niet daarbij blijven, want we hebben niets aan speeches. Dus die speeches zijn leuk om te helpen om mensen te zeggen, oh dat gaan ze doen. Maar ik denk dat we wat meer daden behoeven om te zien dat er invulling wordt gegeven aan speeches. Want nu hebben we zelf gemerkt dat de president en de vicepresident aanwezig waren. Heeft dat een grotere impact? Laten we dat zien als een markant moment in de geschiedenis, want het is de 10e editie. Zoals het formulier is en u ziet, het is de eerste keer dat dat gebeurd is. En u zegt, weet je, voor ons geldt het, elke zaak is een applausje, wat zoals we ook applaus geven constant aan minister Belfort, omdat hij de maand gemaakt heeft tot een formele activiteit van het ministerie van Justitie en Politie. Maar dus ook applaus dat de president en de vicepresident dwars door hun drukke agenda's tijd hebben vrijgemaakt om die samenleving te dienen waarvoor ze er dus zijn. En een bepaalde doelgroep die hun aandacht nodig heeft, dat ze daar tijd voor hebben gemaakt om die registratie en de maand, launch van de maand bij te wonen. Ja, want jullie krijgen dus niet het gevoel na deze 10e editie, is 10e editie, maar jullie timmeren al langer aan de weg. Jullie raken niet ontmoedigd, want we zien, kijk, we zitten hier bij de Jagannath Lasmanstraat, er gaan echt veel auto's langs. Hebben jullie het gevoel dat de bestuurders, dat het rijgedrag, iets wat veranderd is? Weet u, ik zeg altijd, het is mooi om de vinger te wijzen naar iemand en zeggen van ja, de mensen doen het verkeerd. Wat ik belangrijker vind is dat wij als samenleving nagaan als we de acties die er gepleegd moeten worden, als we die inderdaad ook plegen. En ik praat nu echt over beleid, want ik zeg beleid heeft de aansturende functie. En natuurlijk heeft elke burger, elke verkeersdeelnemer, elke weggebruiker heeft zijn deel te doen en begin bij jezelf. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat er een leading role is vanuit formele instanties en dat dat verder gaat dan het moment van de maand alleen. Maar dat daadwerkelijk er prioriteit gegeven wordt in het beleid aan verkeersveiligheid. Waarom? Omdat als je nagaat, het aantal verkeersslachtoffers is niet alleen in Suriname, baart niet alleen Suriname zorgen, maar wereldwijd. Dat betekent dat we met z'n allen hebben, dat in de wereld men heeft gezien dat er een dreiging is, zeker voor jonge weggebruikers. Want de mobiliteit van jonge mensen is gewoon veel hoger dan wanneer je ouder bent. En de verkeersslachtoffers vallen in de leeftijdscategorie 15, 29 jaar. Dat betekent, het zijn jonge mensen, toch? Die in die productieve leeftijd of doodgaan of letsel overhouden.
Dat betekent je Kira samenleving. Toch? Dan die ontwikkeling waar we voor zo vechten met allerlei andere dingen. Die economische ontwikkeling waar we zo ons best voor doen. Die gaat uitblijven if this my didi, if this my chismanchiri, if this my hoorletsel. Ja. Dan zal dat ook uitblijven. Je hebt mensen nodig om die ontwikkeling te dragen en te brengen. Dus alleen maar vanuit dat, weet je, vanuit die situatie zeg ik van verkeersveiligheid mag hoger op die ladder van het beleid. Ja, en daar gaan we met z'n allen eigenlijk steeds blijven kloppen aan de deuren van de beleidsmakers. Wij doen het als KSV constant en je hebt de vraag gesteld van raken we niet ontmoedigd. Ik zeg ontmoedigd raken, daar zijn er voldoende factoren voor. Maar wij hebben vanaf het begin gezegd, we hebben commitment. Het is commitment, toewijding en inzet. En dat is waarmee we aan de dag aan de slag gaan. En we laten ons niet leiden door de omstandigheden om ons heen, maar we blijven volharden. En we gaan daar even inzoomen. Waarom is mevrouw Eugenie Isaias lid geworden van KSV? Of waarom heeft u zich opgeworpen als vrijwilliger? Laat me dit stukje meegeven. Ik vertel het, dit is eigenlijk een stukje ontstaansgeschiedenis. Ik ben ondervoorzitter en Helmoet Geesius is de voorzitter. En wij zaten een keer op een dedozo, een singinetti, van een gemeenschappelijke vriend. En toen hadden we net twee traumatische ervaringen gehad. Hij was zijn huis kwijtgeraakt bij een brand. En ik was betrokken geweest van eigenlijk nog in de revalidatie van een aanrijding. En omdat we die ervaring deelden, waren we het met elkaar eens dat je kritiek kan hebben. Dat je het napasse landje dat ik bekritiseer noem. Of je kan zeggen, ik kan actief iets doen. En dat is eigenlijk de basis geweest waarom we er aan zijn begonnen. En gelukkig zijn we twee mensen die dwars door alle dingen heen. Niet van opgeven. Tegen de storm, met de stroom mee, tegen de stroom in. We blijven doorzwemmen. En dat is wat we doen. Maar ik denk dat er zullen wel veel meer mensen zijn die dezelfde toewijding tonen bij bepaalde situaties. Maar dat is waarom ik lid ben. En ik heb ook gezegd van, wanneer ik met mensen praat, zeg ik, je ziet niet aan iemands gezicht dat die verkeersslachtoffer is. Toch? If as man overteer, like if min overteer we nu, dan weet je het niet. Ja. En ik denk dat ons moet leiden om ons best te blijven doen voor veilig en verantwoord verkeer. Als u praat, praat u als ervaringsdeskundige. Helemaal. Toch? Helemaal. En, maar had het gevolgen voor u of? Blijvend letsel. Blijvend letsel. Zodanig dat op het moment toen de auto stilstond, mijn auto waarin ik zat stilstond, wist ik, en ik had door van ik ben niet dood, wist ik dat mijn hele leven veranderde. Dus je moet zich die gewaarwording voorstellen. Ik moest van baan veranderen. Dat was gewoon ingegeven, gewoon vanwege het letsel dat ik had. En daarna, gewoon vanwege de gevolgen daarna, is eigenlijk mijn hele leven veranderd. En even over Theris Masmano, u kent de situaties met toegankelijkheid van plekken hier. Alles heeft een trap, er zijn weinig mogelijkheden voor mensen met een beperking. Ja. Maar ik weet vaker als ik gebruik maak van de parkeerplekken voor mensen met een beperking, dat de beveiliging mij komt verwijderen. Ja, want, omdat ik ze zeg van, oh, zou u het wel begrijpen? Zou u het wel begrijpen als ik verband op mijn hoofd had? Ja. Dan zou u het misschien wel toelaten. Maar het is niet aan ieder te zien. En dat moet ons aangeven dat je niet alleen psychisch, maar ook fysiek letsel niet altijd hoeft te zien. Absoluut. En is er een grote groep van mensen met een blijvend letsel? Ik denk dat die groep groter is dan we denken. Het punt is dat mensen op een gegeven moment zich zodanig adapteren aan de situatie, dat je eigenlijk, is wat we zeggen, people should not get used to bad circumstances. Ja. Want anders denk je dat de norm is. Ja. En wat gebeurt er met ons, is dat als je je al hebt aangepast, dat je het bijna niet meer noemt. Ook niet voor jezelf, omdat je die kracht nodig hebt om door te gaan. Terwijl het gewoon wel constant deel is van jouw leven. Het is zoiets van, wel, dit is mijn lot. Daf me, dif me, want niemand kijkt naar me op. Maar constant werken eraan dat het verbetering plaatsvindt. En als het niet is voor jezelf, wel voor anderen die na jou komen. Dus 15 augustus hebben we weer gehad, lancering van de Veiligheidsman. Wat zegt u nu tegen de bevolking, tegen de mensen die deelnemen aan het verkeer? Want het zijn niet alleen de bestuurders, ook de voetgangers, hè? Iedereen. Wat zegt u tegen ze? We zijn niet allemaal minister of president, maar we zijn allemaal verkeersdeelnemer.
het belangrijke, ik mag in de camera kijken, oké. Het belangrijkste is dat we beseffen in welke omgeving wij ons dagelijks moeten verplaatsen. Dat betekent, de wegen zijn niet geweldig, de bebording is niet geweldig, de infrastructuur is niet geweldig, de handhaving is mag beter. Alle dingen waarvan u denkt, ja, maar dat is er niet, dat weten we in principe terwijl we in ons huis zitten. Dat betekent dat ons gedrag zich moet afstemmen op dat gegeven, die omgeving waar we in opereren, waar we in ons op moeten verplaatsen. Wat dus betekent dat je een aantal veiligheidsmaatregelen, persoonlijke veiligheidsmaatregelen moet inbouwen. Het maakt niet dat ik vromer ben dan de paus op dit moment, maar ik geef u gewoon een simpel voorbeeld aan. Als ik van huis ga, weet ik bij voorbaat dat ik in mijn auto ga zitten en dus ga rijden. De mobiele telefoon, als je hem niet op silent zet, betekent het dat je hem zal horen overgaan. En ik weet dat daardoor die neiging ontstaat om je telefoon te pakken en tenminste te kijken wie jou belt of op te nemen. Ik heb mezelf aangeleerd dat als ik van huis ga, ik weet dat ik niet ga lopen, ik weet dat ik in de auto ga, dan zet ik mijn telefoon op silent. Om me te ondersteunen, mezelf te ondersteunen in niet kijken naar die telefoon, ik hoor het ook niet, totdat ik aankom op mijn plaats van bestemming. En ik ga u zeggen, want dringend situatie idee, we komen allemaal in bepaalde situaties. Als het is nodig, noodzakelijk is dat ik mijn telefoon niet op silent heb, betekent het dat u mij 10 keer aan de kant zal zien gaan. Want als ik geen earpiece heb, betekent het dat ik aan de kant ga waar ik veilig stilsta om mijn telefoon te beantwoorden. Dat is gewoon een voorbeeld om aan te geven wat ik als persoonlijke veiligheidsmaatregel heb ingebouwd voor mezelf in het verkeer. Zo kunnen we dat allemaal. Want het gaat er uiteindelijk om dat we onszelf veilig moeten stellen, maar ook anderen. Laten we die wegen die er zijn, het beperkt aantal aan wegen, die smalle wegen, laten we ervan bewust zijn dat we het delen met elkaar. Auto's, vrachtwagens, voetgangers, fietsers, bromfietsers. Uno vergeet desma, san de nanga tap den fiets desma die e waka nanga desma die de tap den bromfiets. Laten wij in die in de auto zitten en ons zo beschermd voelen, meer rekening houden met die groep. En tegelijkertijd, voorzichtigheid, vragen we van de kwetsbare verkeersdeelnemers. Besef je kwetsbaarheid. Noem ik los aan niet. Hou je gewoon aan de regels. Probeer dat te doen, hoe moeilijk dat ook is. Probeer dat te doen. Want alleen zo komen we tot veilig en verantwoord verkeer. Maar voor de duidelijkheid, de registratieposten zijn nog niet opgezet voor de verkeersslachtoffers? De registratieposten zijn nog niet opgezet op de plekken waar ik u net, die ik u net genoemd heb, waar wij graag willen dat ze ondergebracht worden. Maar is wel via het Verkeersveiligheidsinstituut op de website van KPS, van Justitie, op de website van Justitie is er een digitale versie die de mensen kunnen invullen, zodat hij ook meegenomen wordt in het systeem. En op dit moment, tot vrijdag, was hij formeel op het onafhankelijkheidsplein. Maar als er een behoefte is, kunnen mensen altijd contact maken met het Korps Suriname Verkeersvrijwilligers of het Verkeersveiligheidsinstituut om zich alsnog te laten registreren. Want zo gaan zaken echt beginnen te lopen. Nou, mevrouw Eugenie en ook naar meneer Helmut Geesius. Zijn er nog meer mensen in het KSW? We hebben een kerngroep van 7 mensen en het zijn dedicated mensen, echt waar. Soms vraag je af van waar halen die mensen het vandaan, want het is vrijwilligerswerk. We worden er niet voor betaald, laat dat heel duidelijk zijn. We worden er echt niet voor betaald, via geen enkele weg. Okay. Maar onze betaling is een sociale betaling, omdat we willen leven in een veilig Suriname. En daar is niks mis mee. En daar weet niets tegenop. Juist, want het is niet wanneer je uit je huis gaat, want dat is het, hè. Je gaat uit je huis gezond en wel. En een paar minuten daarna kan je eigenlijk iemand met een beperking worden. Dat is wat we ons moeten realiseren. Ik heb nog sommige mensen ontmoet. En meneer, zag ik een keer, hij kon zich niet ermee verenigen. Hij wilde niet dat mensen hem, een mens met een beperking, ik ben niet zo geboren en ik wil niet. Maar dat is wel de categorie waar je toe gaat behoren. Ja. En het is pijnlijk. Maar het kost, daarom zeg ik, die psychologische begeleiding is ook belangrijk. Absoluut. Want mensen moeten dit trauma op een manier verwerken, zodat ze veilig anders kunnen gaan functioneren. En toch functioneren in deze samenleving. Heel hartelijk bedankt. En namens de samenleving bedank ik u ook
voor het feit dat jullie als vrijwilligers, echte vrijwilligers, inzetten om tenminste verantwoord rijgedrag te krijgen in het verkeer. Heel veel succes. Dank u heel hartelijk. En we gaan voor veilig en verantwoord verkeer. En zo, kijkers, zijn we gekomen aan het eind van het eerste deel van In Gesprek Met. U heeft een belangrijke tip gehoord, want ik weet ook dat inderdaad de mobiele telefoons vaker de oorzaak zijn dat mensen aanrijdingen maken. Ik weet nog dat ik een vriendinnetje heb. Ze zegt, ik heb even naar mijn mobiel gekeken en bam. Het is echt een split second. Hè? Dus volgt u het advies op van mevrouw Isaias. Zet uw telefoon op stil. U hoort het wel. Als u op de plaats van bestemmen bent aangekomen. Als het dringend is, dan kunt u zich op dat moment over uw dringende activiteit of wat er dan is, ontfermen. Dus laten we met z'n allen ons gedragen in het verkeer. Maar gaat u nu weg, zo meteen ben ik er met het tweede onderwerp. Kijkers, welkom bij het tweede gedeelte van In Gesprek Met. We zitten hier, en als ik zeg we, dan bedoel ik meneer Kenneth, Sylvain en ik, zitten in zijn denkkamer. Want meneer Sylvain is orthopedisch technoloog en u vraagt zich af wat dat inhoudt, ik ook. En daarover ga ik dus met hem in gesprek. Meneer Sylvain, welkom bij In Gesprek. Een goedemiddag zal ik zeggen en ook goedemiddag aan de kijkers en luisteraars. Een orthopedisch technoloog, wie is dat, wat doet die? Nou, orthopedisch technoloog, dat is de moderne naam die ze de afgelopen jaren hebben bedacht. Maar een orthopedisch technoloog is niet anders dan een toenmalige orthopedisch instrumentmaker. Zo is die naam ontstaan. Vanwege het feit dat orthopedische hulpmiddelen, met name protheses, beenprotheses, armprotheses, steunzolen, etc., gemaakt werden door instrumentmakers die belast waren toen met het maken van medische instrumenten. Heeft u een speciale studie daarvoor gevolgd toen? Jawel, toen heb ik een opleiding gevolgd. Ik dacht in 1979 ben ik gestart met een vierjarige opleiding tot orthopedisch instrumentmaker. Dus niet hier? Niet hier, in Nederland. Oké. Wat heeft gemaakt dat u zo'n studie bent gevolgd? Nou, dat is een hele mooie vraag. Ik wist niet eens van het bestaan van zo'n beroep. Ik werd geselecteerd, ik zat toen op het NATIN. En het kwam als een verrassing. Ik liep toen stage in het binnenland en ik werd bezocht door de leiding van het Natuurtechnisch Instituut en mij werd gezegd dat ik naar Nederland moet vertrekken voor deze opleiding. Zo. En ik ben ook aangegeven waarom u? Ik ben er later pas achtergekomen. Okay. Want op een gegeven moment toen ik na mijn terugkeer in mijn studie in Suriname, toen kwam ik rapporten van me tegen in het revalidatiecentrum waar ik dus nu nog werkzaam ben. Rapporten van de technische school. Van het NATUM, dus ik denk dat men is gaan kijken van wie kan geselecteerd worden voor de opleiding. Maar ik moet wel erbij vermelden dat ik in 1978 best geslaagd was van de Surinaamse Technische School. Richting werktuigbouwkunde. En NATUM heb ik niet de kans gekregen om af te ronden. Ik moest vertrekken. Dus het was een beurs, all paid for? Het was een beurs, ja. En ik heb dus toch de beslissing genomen om te stoppen met het NATIN en te vertrekken. En u heeft het in hoeveel jaar afgerond, die studie? Ik heb het binnen 4 jaar gedaan. Ik heb ook de kans gekregen om praktijkervaring op te doen, want dat was ontzettend belangrijk. Omdat ik dus na terugkeer naar mijn studie op eigen benen zou moeten staan. Want ik had dus niemand hier waarop ik terug zou kunnen vallen. Wanneer kwam u terug? Ik ben om precies te zijn vertrokken september 1979 en ik ben teruggekomen, ik dacht ergens in maart, 7 maart 1984. En toen begon u? Bij het revalidatiecentrum toen al? Bestond het al? Ik ben toen gelijk begonnen in het revalidatiecentrum en toen ik hier kwam was het niets. Mijn collega was er al, de heer Fonky, Egbert Fonky.
Die is dus voor mij teruggekomen naar Suriname. Ik vond het nodig om nog wat interessante dingen bij te leren. Specifiek zeg maar orthesebouw. En daarna ben ik dus teruggekomen. Maar toen ben ik in een crisis terechtgekomen. Er was geen materiaal om te werken. Er waren ook geen deviezen om materialen te laten halen. Maar gelukkig had ik collega's die me in die periode gesteund hebben. Met materiaal, heel veel materiaal die ik toen geschonken heb aan het ziekenhuis. Dus dan naast meneer Fonky, hij had ook een beurs gehad? Hij had ook een beurs gehad, klopt. Mooi dat jullie meteen terug zijn gekomen. Tenminste, dat is het doel ook van een beurs. Hè? En toen begon u hier. Vertel, hoe is het dan verder gegaan? Want u zegt crisis, u heeft materiaal geschonken gekregen en toen ging het vlotter? Oké, voordat ik materiaal kreeg om te werken, ben ik een beetje gaan, zeg maar, puzzelen. Ik ben gaan uitdenken, uitzoeken van hoe kan ik dus de ex-Hanse patiënten, de bekende lepra patiënten, hoe kan ik die mensen helpen met het maken van eenvoudige schoenen? Ja. Dat was niet mijn studierichting, maar ik wilde niet leeg zitten. Ja. En ik ben toen begonnen met het verzamelen van materiaal, want je kon geen materiaal kopen. Oude schoenen langs de wegen verzamelen, uit elkaar halen, kijken hoe ze in elkaar gezet, gestikt werden. En het verhaal ging door en toen kwam terecht in Nederland. En toen werd ik weer naar Nederland gehaald met een beurs om een training te volgen tot orthopedische schoenmaker. Ik heb dus niet de volledige opleiding gedaan tot orthopedische schoenmaker, maar ik had weinig nodig om eigenlijk mezelf hier te behelpen. En het resultaat was het opzetten van een werkplaats in de dermatologische dienst, het binnenhalen van werk in het Caribisch gebied, Saint Lucia, Jamaica, Trinidad. En met als hoofddoel dat die werkplaats een centrale werkplaats zou worden voor het Caribisch gebied. Wat helaas door onze eigen schuld niet door is gegaan. Vertel. Je weet hoe het gaat in Suriname. Hè? We gaan vaak komen er mooie ideeën, we hebben mooie gedachtegangen. Maar dan zijn er altijd dwarsliggers. Het is een heel lang verhaal. Maar misschien kunnen we een andere keer erop in. Ja, dan moeten we een heel programma daaraan wijden, want we willen het eigenlijk graag. Maar waarom lag men dwars dan? Ik weet het niet. Ik zit er nog steeds mee. We leven in een bepaalde situatie waarbij een ziekte heerst. Ik heb er nog geen naam voor. Maar het lijkt dat men niet ervan houdt dat zaken zich gaan ontwikkelen. Dat we dus vooruit gaan als gemeenschap. Daar lijkt het op. En ik heb altijd heel veel vervelende dingen moeten ervaren hier in de afgelopen jaren. En ik had toen ook nog besloten om teleurgesteld terug te gaan naar Nederland. Dat was in 2009. En ik heb het 3 maanden volgehouden en ik ben teruggekomen. Ik zeg, ik ga lekker vechten. Meneer, maar zodanig heeft men u eigenlijk gedemotiveerd dat u heeft besloten weg te gaan. Dat was heel erg, hè? Het was heel erg. Men heeft me echt het leven niet makkelijk gemaakt hier. Maar gelukkig, ik ben er nog. En de laatste klap was corona, vorig jaar. Ja, hè? Ja, dat was eigenlijk de zwaarste klap. Maar ik ben er bovenop gekomen. En de noodzaak is eigenlijk aanwezig dat er opvolging komt. En het iets wat ik vanaf mijn 40ste heb ik aan de bel getrokken van, we moeten mensen interesseren om deze opleiding te gaan doen. Ik denk dat ik tot 2 keren toen naar het NATINT ben geweest ook, om het met ze daar te bespreken. Men zou weer contact met me maken, maar er is niet meer iets van terechtgekomen. Ons mooi landje. Maar wacht even, u bent zo snel over corona heen gegaan. U was positief. U weet ook niet met wie in contact bent gekomen. Nou, ik was het bleek dat ik dus positief was. En hoe kwam ik erachter? Hier was ik super voorzichtig. Ik behandelde mensen nooit binnen, maar iedereen op de gang. Maar corona is een gemeen ding, het pakt je op een onbewaakt moment. En ik denk dat ik in mijn omgeving thuis besmet ben geraakt door corona. Eigenlijk mijn hele gezin, dat is niet ik alleen, mijn hele gezin. En u was wat, in intensive care? Ik was gelukkig niet in intensive care, maar 2 weken lang aan zuurstof.
En één week was ik helemaal, wist ik niets van mezelf. Dus ik werd 14 augustus opgenomen en 21 augustus kon ik weer dingen waarnemen van wat er om me heen gebeurde. En ik denk zeker 10 kilo afgevallen. Een uitval gehad aan mijn rechterbeen. Het was een vreselijke periode. Ik heb zelf een hulpmiddel voor mezelf moeten bedenken om te kunnen lopen. Want ik had zo'n een dropvoet, noemen ze dat, hè, dat ik moest slepen met mijn voet. En gelukkig, ik ben er bovenop gekomen. Na hard trainen heb ik het kunnen halen. Ja. Nou, we moeten God dankbaar zijn dat u er staat, want ik heb u zo net zien huppelen. Dus u bent wel, ze zeggen timre ma osso na bangi, maar timre ma osso die zie abangi. Nee, precies. Klopt, ja. Nee, oké. Dus hier maakt u protheses. Doet u nog steeds die medische schoenen? Zo? Orthopedische schoenen doe ik niet meer. Gelukkig is er een bedrijf, Campus. De heer Campus, de schoenmaker, die is nu actief in Suriname. En alle patiënten die ik toen de tijd allemaal eigenlijk heb verwezen naar Campus, steunen zo en dat soort dingen. We maken hier hoofdzakelijk protheses. Maar in het verleden kan ik me herinneren, toen ik met de opleiding begon, of na mijn opleiding, was er heel veel vraag naar beugels, ortheses, noemen ze dat. Hè? Dat zijn ook hulpmiddelen die gebruikt worden om het lichaamsdeel te ondersteunen of te begeleiden in de groei. Dat worden dus ortheses genoemd. En vroeger had je polio, hè? En kinderverlamming noemen we dat. En dat was dus, die hulpmiddelen waren nodig. Voor kinderen die polio hadden gehad, die konden dus hun ledematen niet gebruiken. En ter ondersteuning van hun ledematen moesten dus beugels gemaakt worden. Dus de vraag nu naar dat soort hulpmiddelen is bijna nul te noemen. Oh. Het komt zelden nog nooit meer voor. Juist. Ja, tijd gevaccineerd, hè? Ook tegen polio. Klopt, ja. De grootste vraag is nu prothese. Met name beenprotheses, onderbeenprotheses. Bovenbeenprotheses en heel zeldzaam armprotheses. En dan komen nog voor corsetten tegen scoliose. En steunzolen maken wij al lang niet meer hier, die gaan ook door naar Campus. En hoeveel orthopedische technologen hebben we in Suriname? Momenteel hebben we dus 3, waarvan ik super actief ben en de andere waarschijnlijk minder actief. Dat is mijn collega, de heer Fonky. En de heer Franke, die is onze voorganger geweest, die is al in de 80, dus hij is niet meer actief. Wow. Meneer Fonky, hoe oud is hij? Fonky moet ongeveer even oud zijn. Ik denk dat hij een paar maanden ouder is dan mij, 64 of bijna 64 moet hij zijn. U bent 64, want in Suriname weten we, mensen gaan met pensioen bij 60. Maar u bent nog super actief, zegt u. Ja, ik word nog actief gehouden. Ik word nog actief gehouden, ik voel me nog fit. En ik kan me nog herinneren, in een interview had ik toen gezegd, ik wil niet werken totdat ik dood neerval. Maar nu ben ik ervan overtuigd dat ik zal werken totdat ik dood neerval. Geniet u nog ervan? Ik denk dat dat me staande houdt. Het is niet het geld, no? Want als het om het geld was, dan zou ik het niet doen. Nee. Ik denk er zeer duizenden te verdienen. Huh? U bent nog geen miljonair. Lang niet en ik hoef het ook niet te zijn. Ik heb een bepaalde overtuiging. Je hoogste rijk, grootste rijkdom wat je kan hebben is gezondheid en vrijheid. De rest mag me gestolen worden. Inderdaad, ja, want het geld zou u niet kunnen genezen toen u COVID had. Het was een sterke wil en eigenlijk die sterke wil heeft gemaakt dat u er bent. Hè? Klopt helemaal, die sterke wil. En vooral, kijk, in mijn baan wat me staande houdt is de voldoening. Die je dus hebt wanneer iemand binnenkomt in een rolstoel en je ziet de persoon weer weggaan op beide benen. Lachend op beide benen. Dat is mijn grootste betaling. Wat zijn de oorzaken waarom men protheses moet, tenminste waarom men ze geamputeerd worden? Is het ongeluk of is het ziekte? Wat is het? Ik denk bijna 99% is ziekte, met name suiker. Huh? En een heel klein deel is ongeval. En juist die gevallen, je hebt ook mensen die dialyseren. Dat zijn meer de probleemgevallen. In die zin, mensen die dialyseren hebben vaak wat wij noemen
een fluctuerende stomp. Dus die stomp blijft niet stabiel. In een moment komt die persoon en heeft een bepaalde omvang. Ander moment, of misschien hetzelfde moment zelf, na een paar minuten, zie je dat die stomp een andere omvang krijgt. En dat moet dus in die fitting kunnen passen. Maar hoe komt dat, dat hij zo fluctueert? Het komt door vocht. Kijk, na amputatie dan ontstaat er inderdaad normaal ook vochtvorming. Maar bij de een extremer dan bij de ander. Zo. En dat kan je niet voorzien. Dus dan moet je sommige mensen vaker terug laten komen om controlemetingen te doen, om te kijken hoe gedraagt die stomp zich en welke tussenmaat kan je pakken om mee te starten. En dat kan soms ook een paar weken duren. Zo. De aanschaf van de prothese is wel best prijzig en ik begreep dat de mensen in euro moeten betalen. Dat klopt. En nou, ze moeten niet. Nee, ze mogen, als ze willen, dan doen ze dat weer, maar het mag in Suriname. Maar het grote deel van het geld gaat naar dus de fabrikant die die onderdelen levert. Ja. De onderdelen zijn heel duur, het is hoogwaardig materiaal. Ja. Soms werken we met titanium, roestvrij staal en combinaties daarvan, aluminium. En de materialen die we aanschaffen komen van een topbedrijf uit Duitsland, Otto Bock. En wanneer je dus de materialen aanschaft, natuurlijk komt er sowieso wat arbeid bij. Mm-hmm. En de begeleider, dus als je nagaat hoe lang je dus bezig bent met één persoon, dan zou je kunnen zeggen dat je bijna niets verdient. Mm-hmm. Want je bent maanden bezig. Zeker 6 maanden minstens voordat je zegt van, oké, je bent ready om te gaan. Zo. Dus als men echt daarvoor zou moeten betalen, zou het onbetaalbaar worden, sowieso. Maar de policy is dat de materialen gedekt worden, de kosten gedekt worden. En het is inclusief nazorg voor 3 jaar of 4 jaar, something like that. Dus als er een probleem is, kan men altijd terugvallen? Men komt altijd terug, kan altijd terugvallen en betaalt geen cent meer nadat ze het eerste bedrag betaald hebben. Nou, we zitten hier in de denkkamer. Ik denk dat we nu naar de werkkamer moeten. Yes. Daar kunt u ons eventjes een kleine rondleiding geven. U gaat mee? Want dan gaan we met meneer Sylvin nu naar zijn werkkamer. Maar nog één vraag. Wat doet u in die denkkamer? Nou, in deze kamer trek ik me terug wanneer ik met vraagstukken zit. Want heel veel dingen, door de jaren heen heb je een bepaalde ervaring. En dan los je dingen heel snel op. Maar soms kom je dingen tegen waarvan je denkt van, nou, hier moet ik even rustig over gaan zitten nadenken. Ja, dan kom ik hier in deze kamer zitten en dan laat ik het even bezinken. En dan komen we er toch wel uit. Eerst de rust opzoeken, dan kom je eruit. Nou, we gaan naar de werkkamer. Komt u met ons mee. We zijn nu in de werkkamer. Meneer Sylvin, wat zien we hier? Oké, we bevinden zich nu in de ruimte waar het werk, de praktische kant eigenlijk, begint. Mm-hmm. Na dus het voorgesprek met de mensen, we gaan ze dus uitleggen het hele traject. Mm-hmm. En dan starten we hier. In deze ruimte worden dus de afmetingen genomen. We praten dan over het nemen van een gipsafdruk of een negatief afdruk. Ik zal even laten zien wat een negatief afdruk is. Om vervolgens te laten zien dus wat een positief. Kijk, dit is toevallig. Het zijn 2 of 3 negatieve afdrukken. Van de stomp, van de bestaande stomp van de persoon, wordt er een gipsafdruk genomen met gewoon een gipsverband, gipswachtel. Vervolgens laten we hem even liggen, een paar dagen, om te drogen. Dan gaan we dan over tot het maken van een positief model. En dat doen we dan met gipspoeder. Dan moeten we die richting op gaan. Dit zijn allemaal positieve modellen. En hierin heb je gipspoeder. Moet je zien, of kan je vergelijken met cement. Je gaat het dus vermengen met water. En dan krijg je een papperige massa, zeg maar. Dat ga je dan gieten in dat negatief afdruk. Wat ik daarnet heb laten zien. Je laat hem dat hij dat verder gaat uithalen, wanneer hij uitgehaald is. Dan kan je dan je negatieve afdruk dan ervan verwijderen. Dat wordt weggegooid. Dat is dan niet meer goed. En dan blijft dit dan over. Dit zijn dan de positieve modellen. Vervolgens worden ze dan verder
gecorrigeerd. Dus dat houdt in dat je hem dan verder op maat gaat brengen. Want om te praten bijvoorbeeld over een bovenbeenprothese, dit is een afdruk voor een bovenbeenprothese. En de type fitting gaat ook spelen. Voor bijvoorbeeld een zuigkoker moet je model zodanig gecorrigeerd zijn, dat wanneer die fitting gemaakt is en de persoon erin stapt, dat die prothese aan het lichaam moet blijven hangen. Je hebt dus ook andere type fittingen, dat zijn liners. We gaan dus langzaam over tot dat systeem. Dat werkt weer anders. Dat hoeft niet zo nauwkeurig gecorrigeerd te worden, maar toch wel. Toch? Dus het maken van een zuigkoker is veel meer werk dan het maken van een liner. Kijk, je ziet hier deze persoon, we hebben hem al een paar keren gepast. We gaan dus, zolang we merken dat die fitting nog niet strak genoeg zit, wordt die bijgewerkt. Hier heb ik hem even opgevuld, hier had ik hem even doorgezaagd, naar elkaar gebracht. En als we vinden van oké, nu is hij goed, dan gaat er weer opnieuw een positief model gemaakt worden. Om uiteindelijk de definitieve fitting. Ja, dit is allemaal gietwerk. En dit is op basis van een positief model. Maar wanneer je dus gecorrigeerd hebt en gemaakt hebt, dan wil ik nog niet zeggen dat het goed is. Wanneer die persoon nu gaat passen, gaat lopen, dan gaat blijken als hij blijft hangen aan het lichaam. En als dat het geval is, nou, dan heb je massa. Als dat niet het geval is, dan ga je verder weer corrigeren. Weer een positief model maken en weer een fitting maken. Voor je kan zeggen van, oké, that's it. Die verschillende wat in die voeten. Kijk, dit zijn dus de onderdelen, die componenten die wij gelukkig niet meer hoeven te maken. Die worden zo besteld in het buitenland. Kijk, van hier tot daar heb je dus die componenten. Dit is die knie. Dit is een prothese van een jongeman. Ik denk ongeveer 14 jaar. Vanaf zijn tweede dacht ik, draagt die prothese. Dus hij groeit gewoon mee. Dit soort type protheses noemen we knie-ex-articulatie, omdat hij dus geamputeerd is dwars door het kniegewricht. Dus die knie bestaat er nog, voor een deel zeg maar. Ja. Dit is een bovenbeenprothese. Dit zijn allemaal onderstel van de bovenbeenprothese. De fitting moet nog gemaakt worden, dat zijn de modellen die u daar ziet liggen. Wanneer die gemaakt zijn, worden ze hierop gemonteerd. En ik heb het net gehad over liners. Dit is een type fitting wat over de stomp gerold wordt. Dan blijft hij eigenlijk kleven aan de stomp. Wordt er een pinnetje hier geplaatst en dit gaat dan in een locksysteem waardoor die prothese aan het lichaam blijft hangen. Die zijn zeg maar eenvoudiger te maken dan die zuigprotheses. En ook wanneer je een prothese voor iemand maakt, dan moet u ook rekening houden met de maat schoen die de persoon gewoonlijk aantrok. Ne? Precies. Ik ga altijd uit van een goed zittende schoen bij zijn ander voet. Bijvoorbeeld hij is links geamputeerd of rechts geamputeerd. Dan moet hij een schoen kiezen die voor hem prettig zit. En dat neem ik als uitgangspunt voor een voet die ik ga uitkiezen voor de prothese. Je hebt ook verschillende type voeten. We werken heel veel met wat wij noemen dus mobiliteitsgraad 1 en 2. Dit is bijvoorbeeld een mobiliteitsgraad 1. Dat is een eenassige voet met één as. Dit is een voet met een buffer erin. Mobiliteitsgraad 2. Valt onder mobiliteitsgraad 2. Met deze voet kan je sneller lopen. Tot even een korte sprint. Met deze voeten, die eenassige voet, die dwingt jou om rustig te lopen, dus je wikkelt af, je maakt je pas en het gaat je dwingen om stabiel te staan, zodat je dus de volgende stap kan maken. Dat passen we toe bij bovenbeen amputaties. We zijn nu in de paskamer. In deze ruimtes gaan we dus de prothese passen, zoals de naam zegt het al, de paskamer. En ik sta altijd zo, zeker bij bovenbeen amputaties. Hij is de derde keer hier. Derde keer volgens mij. Dan gaan we dus de fitting passen. En als blijkt dat als we tevreden zijn met de fitting, als het goed is, dan gaan we dus de prothese opbouwen. Ik zal even er naartoe gaan. Dan eens even gaan kijken. Dan gaan we dus de prothese opbouwen. Zoals je hem nu hier ziet,
deze protheses en het zijn het allemaal worden een buisvriend prothese genoemd. Dat houdt in dat dus die prothese opgebouwd wordt op buis. Hier zit een knie. Dit is dan die knie. Dit is een zuigprothese met een ventiel. En de bedoeling van zo'n ventiel is dat wanneer je zo'n prothese aandoet, dat alle lucht eruit geperst wordt. En het eigenlijk luchtledig wordt. En dan de bedoeling is dat het aan zijn stom blijft hangen. Dus daarop gaan we als eerste instantie focussen. En als het goed blijft hangen, dan gaan we even kijken van hoe lukt het met het belasten van zijn zitbeen. Van een tubersteun. Want het gewicht komt niet op de onderkant van zijn stom terecht. Het gewicht komt op zijn zitbeen terecht. En dan moet hij in staat zijn om zijn linkerbeen in dit geval op te kunnen tillen en op zijn prothese te kunnen staan. En we proberen dat zoveel mogelijk te doen en zo lang mogelijk proberen fout te houden. Ik zie dat het die meneer aardig lukt. En hij ziet er ook lekker stevig uit. Het gaat. Hij is echt een fanatiekeling. Hij wil rennen. Maar ik rem hem zo'n beetje af. Ik zeg ze altijd, weet één ding, de geest is gewillig, het vlees is zwak. Toch? Want je wil wel, maar je moet je lichaam de ruimte geven om te wennen aan de nieuwe situatie. Je moet de stomp de ruimte geven om te wennen aan de nieuwe situatie. Hij wil zelf even vertellen. Ja? Hoe gaat het met u? Oh ja. Goedemiddag. Nou, ik zit hier bij een voortreffelijke leermeester. Ja. Qua prothese. Ja. Ik ben blij, want zoveel als hem zijn het hier in Suriname. Dus ik ben dankbaar, ja, dat hij mij ondersteunt. Ja. En ik ben God heel erg dankbaar dat ik hem tegemoet ben gekomen als mijn leermeester. En het gaat voortreffelijk. Ja. Ik ben hem dankbaar met de lessen die ik nu krijg. Ik ben nu bezig met het leren van het lopen, balanceren, zoals je ziet. Ja. Dus dan, ik mag niet klagen, God is goed. Mogen we ook weten, hoe komt het dat uw been geamputeerd? Ja, onder andere suiker, hè. Suiker. Dus ik waarschuw iedereen die last heeft van suiker, of die suikerziekte heeft, om het goed te zeggen. Om voorzichtig te zijn met hun voeding en drinken. Want vooral met al die drinken, cola en zo, zit veel suiker in. Dus wij moeten meer water drinken. Dus dat is het. Ik ga straks gewoon rennen, voetbal. Kan hij voetballen? Nou, ik zeg ze altijd, 90% zit in eigen handen, 10% ondersteun ik technisch. En u bent? Ik ben de heer Proeven, ja. Proeven, uw gezicht ziet er zo lekker, u glimt eigenlijk. Hè? Want was het eerst een klap? Moest u eraan wennen? Hoe bent u ermee omgegaan? Oh God, ik ga even Gods naam even voorbij roepen, want het is iets dat je toch aan God moet vragen, de kracht, ja, ondersteuning en alles nog wat aan de Heere God, ja. En het is vandaag zover gekomen, ja, dat ik straks ga lopen als het goed is, Gods naam. Dus ik ben God dankbaar, ja, ja. Dan kunt u dat aan andere mensen zeggen, want sommige mensen, als ze een been kwijtraken, dan geven ze op. Maar u niet. Nee. Kijk, het is namelijk zo, je bent een been kwijt. Ja, anderen zijn hun handen kwijt. Anderen, die komen met een, zo'n ding bij hun hart en zo. Je kent dat soort dingen. Dus wat dat betreft hebben we toch een beetje een pre, in de zin van de... Het kan een beetje verholpen worden, in Jezus' naam. Nou, ik zou zeggen van, accepteren en je moet proberen om ermee te leven. Het is nog niet het einde van de wereld. Nee, meneer Proeven, u bent het lichtend voorbeeld. Want eerst dachten we, misschien zou u niet in beeld willen, maar u kunt een motivational speaker zijn. Ja, precies. Ik zou zeggen, ga ervoor. Er zit een goede leermeester hier zo. Ja. Hij wil wel met ons weggaan, maar hij mag niet wel zeggen. Hij moet zo blijven doorwerken. Hij gaat werken tot hij doodgaat. Deze mensen zijn groot waard. Ja. Dus ik bedoel, ik ben hem heel erg dankbaar. Ten eerste God natuurlijk.
En ga de goede kant op, in Jezus naam. Absoluut. Meneer Poffo, ik zou zeggen, heel veel succes. Het ziet er goed uit. En de manier hoe u zo stond, kijk eens aan. Kijk, helemaal vrij. Ja, u laat zien dat het kan. En met de hulp van meneer Sylvain lukt het helemaal. Amen, amen, amen. Zo, meneer Sylvain, dan zijn we eigenlijk gekomen aan het eind van dit programma. Wat zegt u nu tegen de bevolking? Nou, wat ik tegen de bevolking wil zeggen is het volgende. Surinamers, laten we elkaar lief hebben. Laten we er zijn voor elkaar. Niemand gaat het voor ons doen. We zijn met een handje vol. We zijn komen wandelen. En we gaan straks weer heen naar onze schepper. Laten we het leven aangenaam maken voor elkaar. That's my message to you. Nou, met deze prachtige en krachtige message zijn we gekomen aan het eind van In Gesprek Met voor vandaag. Ik heb gesproken met de heer Kenneth Sylvain. Hij is, je kunt zeggen, bijna de enige orthopedisch technoloog in Suriname. Er zijn nog twee anderen, maar die zijn minder actief. Hij is super actief en daar, u heeft meneer Proeven gehoord, daar zijn we hem heel erg dankbaar voor. U heeft ook gezien wat hij allemaal doet. En u heeft gezien dat, net wat hij heeft gezegd, kwaliteit vergt tijd. Dus als u een beetje lang moet wachten, dan weet u nu waarom. Dan zal ik zeggen, breng dat geduld even op. En ik bedank u voor het willen kijken naar deze aflevering van In Gesprek Met. Volgende week zijn we er dan weer. En heeft u deze aflevering gemist, de herhaling is morgenavond om 8 uur op kanaal 12.1. Tot volgende week. Goeiedag.